Hey, dit is een verderzetting in de Paranoia van Seksualiteit series die we begonnen zijn een tijdje geleden, waarin ik overgegaan ben naar de paranoia van intelligentie in de laatste blogs in mijn reis naar leven, omdat ik had het punt opgemerkt van hoe intelligentie als gedachte in het hoofd in de weg kunnen staan van de uitdrukking van het lichaam, omdat ik bezig was met het onderzoeken van seksualiteit, hetgeen het lichaam is, de lichamelijke uitdrukking. En intelligentie is iets dat in de weg staat om onszelf als mens uit te drukken als een fysiek levend wezen, omdat we vanuit onze intelligentie, dus vanuit onze gedachten, allerlei geloofssystemen gaan imprenten op en opleggen aan de fysieke werkelijkheid, zoals het geloof dat seks iets negatief is of slecht of taboe, zoals het woord schaam zelfs, het woord schaamhaar, het woord schaam op zich, dat dan automatisch een emotionele een onderbewuste emotionele reactie van schaamte opwekt wanneer je het woord schaamhaar hoort of uitspreekt of leest, waardoor dat er een weerstand ontstaat in de menselijke geest in verband met seks en in verband met alles wat te maken heeft met seks, als datgene wat zogezegd verborgen ligt achter het schaamhaar, dus achter schaamte. En dus hetgeen dan ook weer kan teruggaan naar het Bijbelverhaal van Adam en Eva en hoe ze van de boom of van het fruit van de boom van kennis van goed en kwaad hebben gegeten en dus intelligentie hebben ontwikkeld in zichzelf, waardoor schaamte ontstond in verband met hun lichaam, in verband met bepaalde specifieke delen van hun lichaam. En dat is op precies dezelfde manier waarop dat wij in onze intelligentie onszelf saboteren om werkelijk onszelf te leren kennen als het fysieke lichaam en als de fysieke eigenlijke expressie van onszelf. Waardoor ik dus die overschakeling gemaakt heb van de paranoia van seksualiteit naar de paranoia van intelligentie, omdat ik enkel, of dat we enkel seksualiteit zullen kunnen aanpakken en onderzoeken als we eerst als we eerst intelligentie onderzoeken en als we eerst onderzoeken hoe het precies is dat intelligentie bestaat in onszelf. Hoe bestaat de menselijke geest? Hoe bestaan onze gedachten? En hoe is het dat onze intelligentie als onze gedachten ons saboteren in het uitdrukken en leren kennen van wie wij eigenlijk zijn als ons fysieke bestaan? En dus het punt dat ik in mijn laatste blog heb uitgeschreven, als je geïnteresseerd bent in de voorgaande dan blogs en ondervindingen, dan stel ik voor om de blogs te lezen. Maar dus ik ga mij specifieren op en focussen op één specifieke blog, namelijk waarin dat ik de documentaire King Leopold's Ghost heb gebruikt om een bepaald punt aan te tonen in verband met intelligentie. Met name hoe koning Leopold II van België zijn Congo-missie voltrok en voornamelijk hoe hij zijn Congo-missie, die vol met misbruik was, rechtvaardigde tegenover de rest van de wereld. En tegenover zichzelf. En wat zo interessant is in verband met intelligentie en hoe intelligentie werkt in de menselijke geest en wat intelligentie eigenlijk werkelijk is, is hoe in het geval bijvoorbeeld waarin Leopold II stond als een perfect voorbeeld, is hoe hij zijn intelligentie, dus met andere woorden zijn vermogen om te werken met linguïstiek, zijn vermogen om te werken met woorden,
te jong leren met woorden, zijn vermogen om allerlei kennis en informatie te gebruiken om een beeld te scheppen van wie hij is, dat hij dan kan verkopen aan de rest van de wereld en aan zichzelf. Bijvoorbeeld hoe hij kennis en informatie als woorden en begrippen en definities gebruikte om propaganda te voeren in zijn eigen land en tegenover de rest van de wereld, waarin hij bijvoorbeeld zijn missie in Congo niet gewoon voorstelde als wat het eigenlijk is. Het is gewoon een plundertocht. Maar waarin hij zijn missie voorstelde en omschreef als filantropie, een humanitaire actie, een in het teken van de vrije handel, een religieuze missie, whatever. Dus hij gebruikte allemaal woorden en definities en begrippen om aan de wereld te kunnen wijsmaken dat hij een goed persoon is en dat wat hij aan het doen is, goed is en rechtvaardig en juist en correct. Allemaal door middel van woorden, allemaal door middel van intelligentie, namelijk het vermogen om begrippen, het vermogen om definities te creëren rond en omtrent een bepaald iets. En die definities zodanig te formuleren, zodat het onze persoonlijke agenda bevredigt. Zodat het in lijn staat met wat wij willen en hoe wij onszelf willen zien en hoe wij de wereld om ons heen willen zien en ervaren. Waardoor we woorden gaan uitvinden, zoals filantropie, altruïsme enzovoort. En nog een andere dimensie waarin hij woorden gebruikte en zijn intelligentie in zijn gedachten, dus als zijn gedachten in zijn hoofd gebruikte om zichzelf te rechtvaardigen tegenover zichzelf en de rest van de wereld, is bijvoorbeeld de gedachte en het geloof dat hij als blanke man superieur is aan de zwarte man, aan wat hij en wie hij tegenkwam daar op het Afrikaanse continent. Ik bedoel, is dat zo? Nee, absoluut niet. Dat is een idee dat hij in zijn geest heeft geplant. Omdat in de fysieke werkelijkheid, in de realiteit, was hij op elk vlak hetzelfde of een en gelijk met de mensen die daar in Afrika leefden, in de stammen. Omdat ze zijn gewoon allemaal levende wezens. Ze bestaan gewoon allemaal gewoon op een andere manier. Op een verschillende manier. Maar dat hele idee van, ja, omwille van die en die en die en die en die reden ben ik beter dan die. Ben ik superieur aan die mensen. Want technologie en geschiedenis en woorden. I mean, woorden, geschiedenisboeken. De dingen die we neerschrijven en dan kijken we naar die woorden en dan denken we van wauw, we hebben zoveel woorden, we hebben zoveel kennis en informatie, dus we zijn zoveel beter dan die mensen, want die hebben geen woorden, die hebben geen geschreven taal, geen kennis en informatie, geen geschiedboeken. I mean, maar wat betekenen woorden op zich? Niks! Dus waar komt dat geloof vandaan dat woorden op zich iets betekenen en dat degene die meer woorden heeft dan een ander, dus degene die zogezegd meer intelligentie heeft dan een ander, meer betekent dan die ander? Waar komt dat geloof vandaan? Ik bedoel, op zich is dat een illusie. Dat is niet echt zo. Omdat in de fysieke werkelijkheid bestaan we allemaal gewoon. Of je nu meer woordjes in je hoofd hebt of niet. Of je nu meer gedachten in je hoofd hebt of niet. Whatever. We bestaan gewoon allemaal. Levende wezens. Dus dat hele begrip en idee van ik weet meer en ik ben dus meer intelligent dan die persoon, is iets dat wij gebruiken om onszelf te rechtvaardigen. Is iets dat bijvoorbeeld Leopold II gebruikte om zijn gedrag te rechtvaardigen. Zijn gedrag dat in essentie hebzucht was en arrogant en egoïstisch en misbruikend. En manipulatief.
bedoel, als je kijkt naar wie Leopold II eigenlijk was als mens, als wezen, in hoe hij zijn omgeving behandelde, hoe hij die mensen die hij daar tegenkwam behandelde, dan kom je tot de vaststelling dat het enige wat Leopold eigenlijk, of wie Leopold eigenlijk is, is gewoon een heel vals, onbetrouwbaar, absoluut kwaadaardig levend wezen die niet in staat is om een ander levend wezen te behandelen in eenheid en gelijkheid met zichzelf. Met andere woorden, gebaseerd op het principe van behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. En ik bedoel, hoe komt dat? Door zijn intelligentie. Omdat hij zo intelligent was dat hij zichzelf kon overtuigen van zijn eigen zogezegde goedheid en rechtvaardigheid, wat hij ook deed. Dus door middel van zijn intelligentie kon hij zichzelf afleiden van de eigenlijke werkelijkheid van zijn daden. Dus terwijl hij in de eigenlijke fysieke werkelijkheid mensen aan het vermoorden was en aan het bestelen was en bedoel, de aarde aan het gewoon verkrachten en aan het plunderen was, kon hij in zijn gedachten, in zijn hoofd, voor zichzelf, kon hij zichzelf ervan overtuigen dat hij een goed persoon is, dat hij goede dingen aan het doen is, dat hij goede daden aan het verrichten is, dat hij rechtvaardig is en correct en juist enzovoort. Door middel van zijn intelligentie kon hij de realiteit ontkennen en negeren en verdraaien en verbloemen en verbergen enzovoort. En dat is wat intelligentie in essentie is. Dat is waar wij allemaal intelligentie voor gebruiken, is om de eigenlijke werkelijkheid van onszelf te verbergen. En om onszelf te overtuigen van allerlei ideeën die we hebben over onszelf. In onze gedachten. Waardoor we niet daadwerkelijk geconfronteerd worden met wie we eigenlijk zijn. Waar de fysieke werkelijkheid een bewijs van is. Of bewijs voor staat. Bijvoorbeeld hoe wij in het Westen in staat zijn om onszelf ervan te overtuigen dat wij goede mensen zijn. Dat wij altruïstisch zijn, want we geven geld aan liefdadigheidsorganisaties bijvoorbeeld. Of we zijn spirituele wezens, want we mediteren zoveel. Of we zijn filantropisch, of we zijn filosofisch, of we zijn wetenschappers. En allemaal van die mooie, mooie, prachtige woordjes die we gebruiken in onze gedachten om onszelf, om een beeld te schilderen van onszelf als een positief persoon. Maar als je eigenlijk kijkt naar de fysieke werkelijkheid van onszelf, is dat wij absoluut kwaadaardige wezens zijn in de zin van dat onze acties in deze realiteit hebben een economisch systeem geproduceerd en geaccepteerd in onze wereld die misbruik maakt van heel veel levende wezens, van dieren, van mensen, van de natuur in het algemeen. Ik bedoel, het systeem waarin wij bestaan en onze daden die wij dagelijks verrichten, waar dat allemaal toe bijdraagt, is een wereld van absoluut lijden, van misbruik. Dus hoe wij in staat zijn om in die hele puinhoop waarin wij ons bevinden, nog te kunnen geloven dat wij goed zijn en juist en correct en positief en spiritueel en filantropisch en filosofisch en wetenschappelijk enzovoort. Ik bedoel, dat op zich is een duidelijk bewijs van hoe wij in staat zijn om de realiteit in onze geest compleet 180 graden te verdraaien en te verbergen tot en met. Waarin nou het beeld dat wij hebben van onszelf in onze gedachten in complete tegenstrijdigheid staat met eigenlijk fucking realiteit van onszelf. En dus, dat is een eerste dimensie van wat intelligentie is. Als hoe het bestaat in onszelf, in onze menselijke geest. Dat ik tot nu toe heb, tot hiertoe heb opengetrokken. En in mijn volgende blog zal ik daar op verder gaan, dus stay tuned en
voor meer informatie in verband met het onderzoeken van de realiteit, het onderzoeken van de menselijke geest en het creëren van en het zoeken naar oplossingen voor hoe wij bestaan als mens en hoe ons hele economische systeem bestaat. Bezoek de Equal Life Foundation op Facebook en de Journey to Life op Facebook. En ik zal de links onderaan de video plaatsen, dank u.